Het schooljaar 2022-2023 is vandaag officieel begonnen. Wanneer wij een bezoek brengen aan de OS Dram Brandesgracht, bleken de leerkrachten niet tevreden te zijn met de huidige klassensituatie. Op de school zijn er volle lokalen die kunnen leiden tot het matig functioneren van de leerkrachten. Volgens de leerkrachten gaan effectief lesgeven en begrijpend lesvolgen niet samen met een volle klas. Ik kan me niet voorstellen om in zo'n klas te werken van het jaar. We hebben 28 kinderen. Er zijn verzuimen. We hebben geen plaats meer om die kinderen te zetten. Maar van het ministerie moeten we tot 30 gaan. Dus parallel is even bij het school gegaan om het een en ander uit te leggen. Ja, dus we kijken wat we gaan doen. Ik vind die situatie wel een beetje vervelend. Want dan, wanneer die kinderen zitten, trouwens u heeft al een beeld gezien. De leerkrachten zitten tegen de muur aan. En dat is wel een beetje hinderlijk. En met dit weer, oké, we gaan 12 uur uit. Maar ik vind het geen gezonde situatie. En als de klassen vol zijn, heb je ook niet echt overzicht van die kinderen. Want je weet hoe de kinderen van tegenwoordig zijn. Directeur Melin McIntosh zegt dat het niet raadzaam is overvolle klassen te hebben. En toch proberen de leerkrachten in deze situatie hun beste beentje voor te zetten. Kijk, wij leerkrachten, we doen alles wat we kunnen, maar we hebben niet alles. We kunnen die kinderen ook niet alles leren. We hebben ook mensen van buiten nodig. Dus ze moeten ook zorgen voor... Je hebt kinderen met gedragsproblemen. Laten ze mensen daarvoor zoeken voor ons. Laat het ministerie, de mensen van het ministerie, laten ze komen kijken. Laten ze op het veld komen, vooral op OS Dramarensra. Ze moeten niet alleen kijken op de tv, want het komt op de tv, denk ik. Laten ze ook komen, dan gaan ze de sfeer voelen in de klas. Want ik zit niet prettig, het is te druk. De schoolleiding kijkt uit naar een helpende hand vanuit het ministerie van Onderwijs, omdat zij anders vrezen dat de lessen aan kwaliteit zullen inboeten. Laat het ministerie zelf komen kijken wat er allemaal in het veld gebeurt. Misschien kan er dan een verandering komen, sluit Manu af.